flap. Probeert hem in de verre hoek te sturen, maar daar ligt Olij. Bijvoorbeeld, die verlengt inderdaad, maar ja, er staat een hele goede keeper in de doel. Vervolgens een redding van Olij nodig. Antonucci. En de paas op Merkin is goed. En de redding ook. De rebound. Nog een goede redding. Olij. En nog een goede redding. Goed. Dat is een goede reflex van Olij. En dan zien we daar de keeper weer die we in januari zagen. Een keeper die koste wat het kost zijn doel wil schoonhouden. Hier is het schot van Ramselaar en de redding van Olij. Na zijn rechterbeen en dat doet hij nu dus ook. Schot zonder ernst. Lange trap van Olij, zo bij Van Krooij. Wordt het een assist van de doelman? Jawel! En kijk hem eens uit zijn dak gaan, Nick Olij. Van Ewijk. Boom! Oeh! Daar is niet zijn eerste doelpunt. Olij houdt opnieuw zijn doel schoon. Oh, wat een redding van Olij. Van der Hoorn, hij pakt hem, Olij. Sparta gaat naar de finale van de play-offs. Deze vrije trap is fantastisch, maar ook de redding is natuurlijk dik in orde. Sarraoui en de paal. En dan Nicolo Escu en Olij. Levendig begin. En nog een keer Olij op een inzet van Nicolo Escu. González met de kans voor NEC. En dan gooit Olij zich voor die bal. Uitstekend keeperswerk.